op die Fashion Week in Dubai terechtgekomen? Ik kende de organisatie al enige tijd, omdat ik 2 jaar geleden ben begonnen met mijn bedrijf. En dan een jaar bezig was met onderzoek doen over waar ik het beste mijn collectie kon tentoonstellen. Dubai daarvoor gekozen omdat daar mijn markt is. En ik het idee had dat ik een platform moest kiezen in het Midden-Oosten. Dat is net iets bedekter, dus dat is niet sexy. Of ja, dat is eigenlijk net hoe je het ziet, want sexy kan ook zijn door wat meer bedekt te zijn. En dat wil ik heel graag laten zien. Nou, dit zijn wat ontwerpen van de nieuwe collectie, want daar wilde je heel graag wat van zien. Ja. En daar kon ik niet heel veel van laten zien, omdat dat nog privé is. Nee. Maar is hier bijvoorbeeld... De pasteltintjes zie je de wel. De pasteltintjes, ja. Die zie je inderdaad. En hier zie je bijvoorbeeld op de schouder wat streepjes. En dat wordt dus een borduursel, wat heel erg gaaf gaat worden. En dit wordt een van onze meest prestigieuze stukken uit de nieuwe collectie. Alles wat we maken, dat wordt met de hand gemaakt. En in Italië gemaakt, in het atelier. Mensen zijn er heel erg gevoelig voor dat als iets in Italië geproduceerd wordt of in Frankrijk, dat het dan toch dat er echt vakmanschap aan te pas is gekomen. Denk ik dat het leuk is als je deze even voor mij aandoet. Ja, daar viel mijn oog ook op. Dat is heel mooi licht is die, hè? Ja, en hij heeft 2 diamanten knoopjes. Echte diamanten knoopjes? Echte diamanten knoopjes van 18 karaat goud. Wat moet het kosten? Nou, deze kost 12.000 euro. 12.000 euro? Hij is vernoemd naar koningin Maxima. Oh. Omdat ik tijdens het ontwerpen van deze jurk de droom had om haar toch ooit te gaan kleden. Ik denk dat het fantastisch is als de koningin bijvoorbeeld op staatsbezoek naar een van de golfstaten een van haar eigen designers support en dat dan uitdraagt ook.